Hallo en welkom bij Postmodel Train Stuff. Ik kreeg een belletje van mijn dealer dat mijn bestelling binnen was. En het gaat hier om de Pico Benelux. En ik heb hem lief aangekeken en ik kreeg de hele stam. Dus dat betekent dat er nog een paar zijn. Ik heb ook gekeken naar die van Exact Trains. Omdat die wat makkelijker zijn met licht inbouwen. En misschien wat gedetailleerder zijn. Maar ik rijd bijna niet met licht. Ik vind deze eigenlijk ook mooi. Ze zijn ter vervanging van de Lima. Die ga ik denk ik binnenkort wegdoen. Tenminste, als de markt niet overspoeld is met de Lima's tegen die tijd. En het is toch €20 ongeveer per per treinstijl, wat ik dan minder kwijt ben. Want het is wel weer een aanslag op de portemonnee. Ik ga deze voorlopig rijden met de, ofwel de, ik denk met de Fira locomotief. Of misschien de rode. Ik geloof niet dat deze combi rondgereden heeft. Mijn Lima Benelux rijtuig, die kan mijn bestaande drie wagons niet eens goed rijden op deze baan, omdat de helling van 1% al te steil is. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Hij rijdt beter met anti-slipbanden, alleen is de stroompick-up weer een probleem. Dus het wordt een van deze. En ter aanvulling, ik heb nog wat Fira tussenrijtuigen. Ik denk dat dat een mooie stam gaat worden. Ik ben benieuwd of dat niet te lang gaat worden. En nou is de vraag natuurlijk, ga ik verlichting... er zit verlichting in het in de stuurstand. Ga ik hier een decoder inzetten of... ik ben sowieso benieuwd. Ze zijn nog niet uit de doos geweest. In ieder geval niet door mij. Schiet mij te binnen. Ja, ik rijd digitaal. Hoe zit dat met de verlichting hier? Staat die altijd aan? Of niet? Of moet er nog een... Kan ik dat regelen met een schakelaar of met een decoder? En als men er een decoder moet, wat voor een? Heb ik die? Zo, DCC, analoog, digitaal. Decoder. Ja. Nou, ik ga het eens eventjes bekijken. Maar er moet een, zo te zien, een 18 pins in. 18 pins functie decoder. Als ik het vlug lees of... Kom ik op terug. Onderdelenzakje. Natuurlijk. En het boekje van Pico. Natuurlijk. Oh, wat leuk. Eens kijken. Ik vind hem mooi. De toilet herken ik hier al. Er zitten nog de haakkoppelingen op. Ik zal even wat kortkoppelingen tevoorschijn halen. Ik denk dat het mooi is als deze kortgekoppeld rijdt. En hier zie ik ze niet in zitten. Ik weet überhaupt niet of Pico kortkoppelingen heeft. Goeie vraag. Maar ik heb sowieso ook een Fleischmann kortkoppelingen. Dat komt goed. Ik ga even kijken hoe het zit met die decoder. En dan kom ik zo weer terug. Ja, het is dus een Next 18 decoder. Die heb ik hier niet even eentje liggen. Dus ik ben benieuwd wat deze nu gaat doen als ik hem op de baan zet. Of die gaat zoomen en allebei zijn lichten tegelijk aanzet. Of dat die een van de lichten aanzet, zeg maar dat die altijd achteruit gaat of zo.
kan daar zo snel niets over vinden. Ja, alle lampen gaan tegelijkertijd aan. Dat was enigszins te verwachten. Hier zit dan een gelijkrichter in. Die zorgt ervoor dat afhankelijk van de rijrichting de ene lamp, binnenverlichting en de witte verlichting aangaat of de rode verlichting. En met DCC krijg je beide signalen tegelijkertijd. Omdat die van polariteit wisselt en betekent dat in praktijk dat allebei de lampen aangaan. Dus ik hem dan op analoog aansluit. Stroom erop. Krijg ik rood met binnenverlichting. Of wit met binnenverlichting, maar altijd de cabineverlichting aan. Ik zal eens eventjes kijken of ik dit fatsoenlijk op kan nemen dadelijk. En het lijkt alsof de instrumenten, oh dat is grappig, met de wit licht lijkt alsof de instrumenten ook licht geven. Kunnen jullie nog niet zien. Hier zit nog een mogelijkheid voor een koppeling aan de voorkant, maar er zitten nu alle slangen voor. En het is natuurlijk mooi om met zowel een trax voor als achter te gaan rijden. Maar ik wil niet alle koppelingen loshalen. Dus ik ga rijden met één trax om een heleboel werk te besparen.